Hi, welkom bij een nieuwe aflevering van Rosso's Running Channel. Eerst even een kleine huishoudelijke mededeling. Wij hebben een nieuwe camera aangeschaft. Dit is de GoPro Hero 9. Deze heeft een behoorlijk hogere resolutie en een betere beeldstabilisatie, wat het rennen natuurlijk ten goede komt. Vandaag zijn wij in Sint Anna Parochie. We gaan de 10 van Sint Anna doen. Normaal is het de 10 mijl. Ik doe de 10 kilometer. Ik ga het startnummer ophalen en we gaan zien hoe ver we komen. Tot bij de start. Nou, ik heb het startnummer en de camera op. Nummertje 261 moet het dit keer zijn. We staan bij de start en we gaan zo beginnen. Ik zie jullie bij het rennen. Tot zo. Daar gaan we. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, succes allemaal. Geen idee. Ik weet het echt niet. Ik denk 10 deze kan doen, meneer. De 10 kilometer? Ja. Zij zijn nu in het mooie. Nou, we hebben een klein probleem. Wat de 10 is, kan doen? We weten niet waar we heen moeten. Ik hoor net de andere kant op. Iedereen is in de war hier. Maar wij gaan kijken waar we heen moeten. Nou, wij moeten toch deze kant op. Nou, dat kost weer een klein beetje tijd. Dus het lijkt me logisch
dat ik nu weer een beetje trager ben. We gaan vrolijk verder. Tot straks. We'll be right back.
Nou, we hebben er alweer een derde van de strijd op zitten. Het ging in het begin even een beetje mis. Toen was het niet helemaal duidelijk welke kant wij op moesten. Dus ja, dat was even een klein puntje. Maar ik voorzie voor de rest niet veel problemen. En ik hoop dat de beelden met deze nieuwe Hero 9 Black ook goed zijn. Ik ga ervan uit. De vorige waar ik mijn hoofdcam beelden mee opnam, dat is de camera die ik nu vast heb. Dus ja, het lijkt mij dat in ieder geval de headcambeelden er prachtig en zeer gestabiliseerd uitzien. Nou, wij zien elkaar straks wel even weer. Tot zo.
Volgens mij zie ik weer een waterpasje. Daar kunnen we wel even gebruik van maken. Dat is even lekker. Een beetje water. Rechtdoor. Zal ik even een drinkje pakken? Nou. We hebben weer een heerlijk bekertje water. Ik hoor dat we zo rechtsaf moeten. Dan doen we dat ook even. Het gaat, moet ik zeggen, heerlijk vandaag. Ja, nergens problemen mee. Gaat prima. En wij gaan zomaar even rechtsaf. En dan komt u weer. Ik zeg tot straks. We'll be right back.
Padje wind tegen, niet normaal meer. Ja, krijg je met zo'n open wand. Nou, de rest zit al een stukje nog achter mij. Dus ik hoop dat ze mij niet inhalen. En anders moet ik hun weer inhalen. Ik geloof dat we nog, ja, ik zit op 8. Dus we moeten nog een kleine 3 kilometer. En dan zit de 10. Kilometer van, of de 11 kilometer van Sint Anna er weer op. Nou, die trekken we wel even door. Ik zie jullie
bij de finish. En door.
Dankjewel.
Nou, we zijn er bijna bij de finish. Ik zie hem alweer. En nou, het ging mij redelijk goed af. Deze 11 kilometer. Wij trekken nog even een klein sprintje. En dan hebben wij het wel weer gehad. Net boven een uur zie ik. Daar komt hij. Daar gaan we dan. En dan komt hij 1 uur en 2 minuten gehaald. Yes. Yes. We hebben hem gehaald. Dat is een lekkere loop. De 11 van Sint Anna. Ik ga naar de afsluiting. Ik zie jullie straks. Het begin van de week weer even genieten van het mooie parcours. Wat Jan gefilmd heeft. Helemaal uit Emmen om hier even te lopen en dit in op een film te zetten. Bedankt Jan. Niets te danken. Dit was hem dan. De 10 van Sint Anne. Wel 11 kilometer, maar zij bedoelen natuurlijk ook de 10 mijl. Die hebben wij niet gedaan. Het had gekund, want ik had nog een beetje kracht over aan het eind. Maar dat weet je natuurlijk ook nooit van tevoren. Ik hoop dat alles goed in beeld is gekomen met de nieuwe GoPro. Dat de stabilisatie een beetje beter werkt. Dat gaan we pas later zien. Dat zie je natuurlijk pas na de opnames. Volgende week gaan wij weer een wedstrijd doen. Ik kan me niet precies herinneren waar. Maar daar ga je volgende week automatisch achterkomen. Vergeet niet te subscriben. Op het belletje te drukken. En te liken. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Tot ziens en proost.